Ja, heel bijzonder gevoel hè. Het, is, het zit heerlijk. Home Couture Collection bij Addy. Zo heet zijn wooncollectie. Bestaat vooral uit banken, stoelen en accessoires. Buiten natuurlijk het design ga ik ook echt voor het comfort. En uh, dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. De ontwerper speelde al een tijdje met de gedachte iets met meubels te doen. Ik denk dat je met je creativiteit veel meer kunt doen en, uh, dan alleen jurken ontwerpen. En ook hier is de typische Addy van de Krommenakker Touch terug te vinden. En het moet een soort van uh, een, een klassieke uitstraling hebben. Zonder dat het natuurlijk te klassiek is. Maar het is ook leuk dat er gewoon accessoires zijn, zoals kussens en beren. Uh, die wat makkelijker aan te schaffen zijn. En ik heb zelf uh, gewoon als kind echt een berentik gehad. Ik verzamelde echt peren. Dus uh, net zoals ik prinsesjes tekende, was ik ook gek op beren. En ik vond gewoon dat dat wel. Uh, ook in mijn interieurcollectie terug moest komen. En uh, zelfs in Milaan, in mijn appartement, daar heb ik echt een hele verzameling beren staan. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. In Eindhoven worden de meubels verkocht en daar zijn ze trots op de collectie. Het gaat echt om de sfeer die hij wil uh, neerzetten, samen met de stoffen die hij gebruikt. En uh, dat maakt het eigenlijk heel erg bijzonder. Rest de vraag aan Addy of hij al een dutje op zijn eigen bank heeft gedaan. Nee, dat nog niet, want ik ben zo druk dat dat echt er nooit van komt dat ik een dutje kan doen.